Nou, het heeft even geduurd, maar we hebben academisch bezoek aan tafel. De universiteit, de TU Delft, is vertegenwoordigd. Joris Dik, je bent hier professor, dokter, hoogleraar Materials in Art en Archeologie. Ik struikel er meteen over. Ik wist niet eens dat het bestond, joh. Ja, nou, in Delft houden we ons met duurzaamheid bezig. Ja? Hè? Niet alleen de energietransitie en de elektrische auto en de kustverdediging en noem het allemaal op. Maar ook de duurzaamheid van de kunst. Hè? Want de tand destijds knaagt ook aan ons materiële erfgoed. Want alles wat we zien in musea bijvoorbeeld, dat is natuurlijk maar een fractie van wat er gemaakt is. Dus in de loop van wat er gemaakt is. Mag je zeggen dat het merendeel verdwijnt? Zeker. En weggeflikkerd wordt? Ja, absoluut. Ja, toch? Ja, nou, er zijn schattingen dat zo'n beetje 10% van de Nederlandse schilderkunst bewaard is gebleven. Maar de rest dus niet. Hè? Nee, die nachtwacht, daar waren we toch ook bijna kwijt? We zijn gedeeltes kwijt. Hè? Twee panelen zijn weg. Ja, aan de zijkanten zijn de dingen afgesneden. Ja. Dat geldt voor heel veel kunst. Hè? Dat zegt ook iets over de kwetsbaarheid ervan. Mag ik iets gevaarlijks zeggen? Ja. Maar beter ook in sommige gevallen? Ja, daar ga ik niet over. Dus dat moet je niet aan mij vragen. Okay. He, dus ik ben daar te veel de Delftenaar voor. We willen gewoon... Je wilt bewaren. We willen bewaren, ja. Want we weten één ding. Het kan maar één keer kwijt. Dat is natuurlijk toch de kwetsbaarheid. Geldt dat alleen voor materiële zaken? Of waar we het hier al 3 dagen over hebben? Namelijk cultuurgezelschappen, theatergezelschappen, tuurlijk. Televisieproducties. Tuurlijk. Als je het eenmaal kwijt bent, komt het niet meer terug, zeg jij? Ja, ik denk het wel. Ja. He, dus, en dat lijkt lang geleden, maar... We hebben natuurlijk de beeldenstorm gehad. We hebben in de jaren 30 acties gehad. Waarbij kunst en cultuur verloren is gegaan. Ik wil nu niet het dramatisch doen. Maar het kan echt maar één keer kwijt. Ja, wat heb je meegenomen? Ja, wat ik hier heb meegenomen is het werk van een afstudeerder van mij uit Delft. Nafour van Apeldoorn. Die een replica heeft gemaakt van een steenrelief. In zijn afstudeerscriptie. Het origineel hiervan bestaat niet meer. Dat is namelijk opgeblazen door ISIS een aantal jaar geleden in Mosul, de voormalige hoofdstad van het Assyrische Rijk. We praten over de 6e, 7e eeuw voor Christus. Hij heeft met Delftse technologie, een stukje kunstmatige intelligentie, 3D-print technologie, iets wat niet meer bestaat, weten te recreëren. En dat is op basis van oude foto's? Op basis van oude foto's. Mag ik het heel even voelen? Zeker, want het heeft want dus inderdaad relief. Is dit 1-op-1? En dit is 1-op-1, ja. Ja. En we zien hier een krijger. Ja. Wie is dit? Dat weten we niet, een krijger. Ja. 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 Het was ooit overigens gekleurd en er zat een grondlaag op. En dus oorspronkelijk heeft het er heel anders uitgezien. Maar het origineel is dus nu gewoon helemaal weg. Waarom heb je het meegenomen, juist dit? Omdat het voor mij een symbool is van de kwetsbaarheid van de kunst en de cultuur. Staat dat symbool voor wat er nu op dit moment door corona gebeurt? Ik wil daar niet te dramatisch over doen. Hè. En we moeten ik ben daar ook best wel kritisch soms over. Gezondheid en mensenlevens die hebben absolute voorrang. Hè. Dus laten we daar ook niet moeilijk over doen. Maar ons ook toch wel realiseren dat dingen kunnen verdwijnen. Ja. En je hoeft daar helemaal niet voor naar Syrië. Je kunt ook in Parijs hebben we natuurlijk de Notre-Dame meegemaakt. We hebben ook gezien wat dat heeft losgemaakt bij mensen. Binnen 4 weken is er 1 miljard euro verzameld in Frankrijk. Ja. Omdat een stukje identiteit, want dat is het, het is weg. Ja. En het gebeurt nog steeds, want jij geeft nu dit voorbeeld aan. Ik heb zelf tijdens een reportagereis in Afghanistan twee... voorheen fantastische Boeddha-beelden uitgehouwen in de rotsen in Bamiyan. Ja. Die zijn opgeblazen door de Taliban. Ja. Omdat ze geen beeltenissen willen hebben van goden die niet hun eigen verhaal vertellen. Dat is een jaar of 20 geleden is dat gebeurd allemaal. Ja, het blijft waarschijnlijk ook gebeuren. Ik denk dat er... Daar kunnen we niks. Maar het punt is, dat zijn grote momenten. Hè? Ook zoiets, zo'n explosie en een knal. En mensen met baarden en hakbijlen die beelden stuk slaan in de musea in Irak. Dat blijft op ons netvlies zitten. Maar we moeten ons ook realiseren dat dat verval, dat geleidelijk is. Hè? Ja. Mensen in de musea, de restauratoren, die hebben ook gewoon behoefte aan nieuwe technologie, scantechnieken, begrip van het materiaal, hoe verouderd iets, wat kunnen we daartegen doen. Maar er is ook echt een langzaam proces. En dat kost veel geld om dat onderzoek te doen. Maar wat zeg je dan van deze tijd? Want de musea zijn nu 2-3 maanden dicht. Mm-hmm.
Heb je enig idee wat er gaat omvallen in Nederland door de coronacrisis? Dat weet ik niet. Ik ben een simpele technoloog, zeg maar, uit Delft. Wat ik wel weet, is dat ik een heel... Ik zit dus in die twee werelden, hè, de techniek en de wetenschap aan de ene kant en de musea aan de andere kant. En ik zie wel echt een groot verschil in de houding, hè, gewoon de aanpak van dingen. Wat is het verschil? Nou, in Delft, mijn collega's, hè, Jaap Harlaar, een goede collega van mij, die was vanaf dag één bezig met beademingsapparatuur. Hoe kunnen we mondkapjes recyclen? Hè? Wat kunnen onze techneuten bijdragen aan de corona-apps? Hè? Allemaal dat soort dingen. Dat zijn mannen. Die komen in actie, ze zien een probleem. Ja. Wat kunnen we hier op verzinnen? Ja. Of zijn het mannen en vrouwen die in die afdeling alles hebben? We hebben heel veel vrouwen in Delft. Heel goed. En niet genoeg nog, maar wel steeds meer gelukkig. Ja. Je wil censuur maken. Dus daar springen ze meteen in actie. Ja. Waar zou dat nog meer moeten gebeuren volgens jou? Nou, ik denk dat er ook mogelijkheden ontstaan. Hè? Dus ik ben de afgelopen weken vooral heel hard bezig geweest samen met mijn collega's, vrouwen en mannen, om te werken aan digitale onderwijs. Hè? Dat is natuurlijk ook een hele grote stap. Vergeet je niet dat een museum zonder bezoekers, dat lijkt ook een beetje op een universiteit zonder studenten. Daar hadden wij natuurlijk ook mee te maken. Ja. Maar ik zie, en dat is een groot compliment aan onze studenten vooral, dat die digitale stap, die maken we. Er zijn allerlei problemen, hè? Natuurlijk, hoe tentamineer je? En dat is best lastig op afstand. Maar er zit heel veel muziek in. Ik merk dat de generatie van nu, hè, dus de studenten van begin 2000 geboren, hè, die zijn zo vergroeid met de schermpjes. Er zitten heel veel mogelijkheden. En als dat geldt voor het onderwijs, dan geldt dat vast ook voor de cultuursector. Maar hoe doen we dat? Want als ik een museum inga, dan vind ik het natuurlijk heel leuk dat ik zelf dicht bij een schilderij kan gaan kijken of een beeldhouwwerk. En het bijna kan voelen, zonder dat je het aan mag raken. Dat lukt je natuurlijk niet in de tweedimensionale wereld die Zoom en Facebook. Zeker. Maar naast, dus ik begrijp me ook niet verkeerd. Ik zeg niet, dit is natuurlijk maar een slap aftreksel van het origineel wat hier voor ons ligt. Hè. Dus even daar heel helder over. Maar in ieder geval kan ik het nog aanraken hier. Iemand die hier naar kijkt, die ziet alleen de beeldenis tweedimensionaal. Ja, nee, dat is waar. En er zijn, denk ik, ik denk dat een beetje is wat ik leer van het is het mooie van onderwijs. Hè. Je blijft heel scherp op nieuwe ontwikkelingen door met name door je studenten. Wat ik geleerd heb de afgelopen weken is dat studenten gewoon die digitale werkelijkheid veel makkelijker accepteren dan jij of ik, denk ik. Nee, ik ben dat helemaal met je eens. Ja, maar dat biedt mogelijkheden. Vraag me nu niet wat moet er gebeuren in het museum. Dat weet ik ook niet. Nee, maar ik zie wel de mogelijkheden. Ik zie bij mijn kinderen precies wat jij nu zegt. Ja. Dat zij er minder moeite mee hebben. Maar wat doen we met het gesprek dat we voor jou hadden met cabaretiers die hun materiaal willen scherpen op een publiek dat al dan niet lacht? Ja. Iedere cabaretier, ook de mensen die het al 30 jaar doen, Joep van het Hek, doen try-outs om de ruis uit een voorstelling te halen. Ja. Ik ben geen theatermaker. Nee, dus, maar heb je wel een goed idee daarvoor. Kijk, alles wat ik nu zeg is vanuit het comfort van een hoogleraarspositie in Delft. Dus mijn baan is op dit moment ook niet. Hè, dus realiseer me dat het heel makkelijk roepen is. Maar ik zou toch zeggen, probeer omarm veel meer dan dat we nu doen al die digitale wereld. En niet zozeer om de werkelijkheid te vervangen, want dat gaat natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar als tussenstap. Hè, en dat is iets waar de jonge mensen ons denk ik ook echt kunnen. Is ook niet voor niks dat Rutte, en die heeft op een gegeven moment gezegd, er moet een revolutie komen. Ja. Ik denk dat hij dat soort dingen bedoelt. Ja? Nou, dat denk ik wel. Als je nou eens de 5 mooiste initiatieven uit de kunstsector, hè, of dat nou musea, theater, muziek, van de afgelopen 3 maanden. Ja, of die nog moet komen. Hè. Mm-hmm. Als je die bundelt en je zorgt voor een gesprek met Rutte, hij roept het zelf, hè? Ja. Dan kom je in actie. Het was natuurlijk mijn korte mededeling in die persconferenties. Ja. Een beetje een afterthought toen hij het zei. Ja. Want ik moet het ook nog over jongeren hebben en wat daar kan gebeuren. Ja. Maar jij zou daar meer van hem over willen horen. Van wat bedoelde je precies? Waar denk je zelf aan? Ik zou zeggen, vul dat zelf in en leg het hem voor. En zorg ervoor dat hij dat ook kon omarmen. Ik heb dat gezien in Delft, hè. Dus die mondkapjes, beademingsapparatuur, Wiebes, Rutte, ze kwamen allemaal langs. Ja, dus ik denk dat je ze ook veel meer moet omarmen. En niet alleen. Maar wie, de politici of de studenten? Nee, allebei. Allebei. Ja. Ja. Breng ze bij elkaar. Ja. Goed idee. Ja. Zoiets.
Zoiets. Mooie laatste woorden. Zet je naam op het bord. Yes, dankjewel. Ik hoef jou niet te vragen, denk ik, of er op de universiteit mensen zijn die hun werk is komen te ontvallen. Want dat is niet zo, hè, denk ik. Sorry, die? Nou, we houden bij hoeveel mensen hier aan tafel zien dat collega's of mensen met wie ze werken geen baan meer hebben. Maar dat is bij jou niet aan de hand, denk ik. Nee, nou ja, kijk, we zijn natuurlijk op zich ook een kwetsbare sector, de wetenschap. Hè. We moeten ook nog allemaal maar zien hoe dat gaat met de studenteninschrijvingen in september. Daar zijn we natuurlijk financieel ook van afhankelijk. Ja, de buitenlandse studenten, die laten we het afweten. Ja, nou, dat moeten we gewoon afwachten. Ja. Dat weten we niet. Nee. Ja. Oké, dan registreren we nul. En nul. Heel fijn van jou dat je gewoon je baan en je salaris hebt. Yes, dankjewel. Ja. Zet je naam op het bord.